Dan, nu Arjen Robben is afgezwaaid en Nederland het WK niet heeft gehaald, zijn we nodig op zoek naar nieuwe voetbalsterren. Wie weet worden ze gescout op het internationale jeugdtoernooi in deze regio. Tijmen van Wissing die is daarbij ooit ook zelf gescout. Daar is overigens nooit meer wat aan terechtgekomen, hè Tijmen? Ja, inderdaad. Ik heb me er al heel snel bij neergelegd dat er voor mij geen betaald voetbalcarrière in zit. En ja, ik kan me ook vergapen aan al die mooie spelers. Dat heb ik hier vanmiddag ook gedaan. En er is niets aan geregisseerd, maar je ziet op de achtergrond de oude ploeg van Arjen Robben die de eerste prijs heeft opgehaald. Zij hebben het toernooi gewonnen. En ja, die hele leuke middag hier bij de Tubantus heb ik even als volgt samengevat. Ondanks het mieze weer toch veel belangstelling voor de grote voetbaltalenten van onder meer FC Twente en FC Groningen hier in actie. Op het complex van de Tubantus vanmiddag hier in Enschede. Maar ook internationale ploegen zoals St. Pauli, KV Mechelen en Hamburger SV afgereisd naar Enschede voor het toernooi waar jonge talenten zich kunnen laten gelden. Je mag dus niet falen, zeker niet vanaf 11 meter. En dat doet ook hij niet van FC Twente. En zo heeft iedereen dus zijn eigen motivatie om te presteren op deze voetbaldag. Om uiteindelijk uit te groeien tot een prof. Voor mezelf hoopte ik gewoon dat ik op zich mee kon doen om het beste speler van het toernooi. En voor teambelang hoopte ik gewoon dat wij het eerste plek houden. Ja, dat gaat helaas niet meer gebeuren, maar het beste spelen, ik weet niet, we zullen het afwachten. Ik vind het gewoon een mooi toernooi. Je hebt weer kans om tegen goede teams te spelen. En jezelf te bewijzen en te laten zien aan de trainer of je de juiste keuze maakt op zaterdag. Ook hij aandachtig toeschouwer Rini Kolen, oud-trainer van onder meer FC Twente en oud-hoofdopleidingen van PEC Zwolle. Volgens hem komt er een mooie lichting aan en doen we zeker niet onder voor Weltmeister Duitsland. Ik denk als we naar dit toernooi kijken hier en naar de individuele kwaliteiten van spelers, dan zijn er een aantal spelers die daar bovenuit springen en daar zijn ook gewoon Nederlandse spelers bij. Ja, het bleken profetische woorden van Rini Kolen, want FC Groningen wist van de Duitsers te winnen in de finale na strafschoppen. St. Pauli werd verslagen. Ja, het moet niet gekker worden hier, Rick Platvoet. Ja, je bent hier bekend op dit terrein. De gewijde grond naast het oude Diekman, kind van de Tubantus en zelf ook een groot voetbaltalent. Heb je een beetje genoten vanmiddag? Ja, zeker wel. Ik moet zeggen, het lag dicht bij elkaar. Groningen wordt uiteindelijk winnaar. En die moest in penalties al met Twente beslissen wie er dan in die finale kwam te staan. En ik geloof zelfs HSV dat ze met 6 punten eindigden en daarin ook 2 goals verschil hadden op 2 plus in doelsaldo. Maar als ik kijk naar hoe het voetbal eruit zag, en dan denk ik dat we een terechte winnaar hebben. Dat Groningen wat dat betreft in mijn ogen het verst was. Ondanks dat ze fysiek niet altijd de sterkste spelers hadden, vond ik wel in spelintelligentie en de lijn en progressie die zo'n groep er doorheen maakt, omdat je met een aantal eerstejaars hebt te maken, dat wel een terechte winnaar was. Ja. En zo slecht gaat het dus nog niet met Nederland? Nou ja, dus kort door de bocht. Ik denk dat we in Nederland nog heel wat werk te verzetten hebben. En zeker in de onderste jeugd, dat daar voornamelijk voorwaardelijk. En wat ik dan wel leuk vind, is dat ik bij Groningen een aantal echt creatieve spelers wel naar voren zie komen. Wel heel erg al functioneel. Maar onder andere nummer 9 en nummer 7 vond ik wat dat betreft wel iets extra's hebben. Wat me opviel vanmiddag is toch wel het plezier. Want ik heb me ook wel eens geërgerd aan al die jeugdspelers die allemaal al in patronen moeten lopen. Je was zelf een groot voetbaltalent, zonder overdrijving, want je werd zelf de nieuwe Marco van Basten genoemd. Heb je daar last van gehad tijdens je jeugd, ook van trainers die van alles met je wilde doen? Nou, voor ons begon... Ga je me trouwens niet verkeerd hoor, dat trainers allemaal met je willen doen. Ik snap, zeker in deze tijd is dat nog wel een uitspraak. Maar laten we daar niet, daar heb ik gelukkig nooit mee te maken gehad. Maar dat stempel, dat heeft wel wat gedaan. Alleen de jeugdopleidingen zien er nu wel wat anders in elkaar. We hebben nu dat je vanaf de onder 11, onder 10 al in de opleiding instroomt. Bij ons was het pas vanaf de A1. En daarvoor had je echt Twentse selecties nog, maar nog geen FC Twente B1 bijvoorbeeld. Dus ja, dit soort toernooien waren toen nog eigenlijk helemaal niet aan de orde. Wat wel zo is dat we denk ik heel erg moeten oppassen om dat soort stempels al heel vroeg, zeker in deze leeftijd, bij jongens neer te leggen. Dus ik ben daarin ook, dit is echt een meetmoment en we kiezen ook wel een speler van toernooien. Maar dit is eigenlijk wel heel interessant, want als je kijkt naar de spelers bij alle internationale toernooien, groot in de regio en alle spelers die daar zeg maar speler van toernooi zijn geworden. Als je kijkt welke spelers er gelopen hebben die uiteindelijk de top hebben bereikt, dan komt dat vaak niet overeen. Dan zijn het vaak andere spelers die we op deze leeftijd nog de beste vinden. Dus ja, je probeert daar wel doorheen te kijken. Je probeert potentie in te schatten. Maar het blijft altijd, zeker na deze leeftijd nog, 15, 16 jaar, zo'n cruciale leeftijd, is het nog afwachten. Er zijn heel veel factoren die bepalen of uiteindelijk een speler de top gaat bereiken.
Ja, uiteindelijk proef ik wel een beetje van gewoon lekker normaal doen, plezier maken. En uiteindelijk is het met jou goed gekomen, want je hebt nog gespeeld bij Twente, Heracles, Go Eagles. Ja, Karin, het toernooi zit hier dus op. FC Groningen is dus de winnaar. En ja, ik heb het, het veld gezien en de kwaliteit van die spelers. En het is maar goed dat ik niet ben uitgenodigd geweest door een van die ploegen ooit. Want dat talent kan ik niet aan. Duidelijk, Tijmen. Veel plezier daar in ieder geval nog.